Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Time would come for roll call, time for us to part. Darling, I'd caress you and press you to my heart. And there, 'neath that far-off lantern light, I'd hold you tight, we'd kiss goodnight, my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Orders came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet my... Ja, we hebben een acrobatiek act ingestudeerd. Ja. En het duurt ongeveer 20 minuten, maar het is fijn als jullie dat dan goed kunnen zien. Oh shit, hij zit dicht. Zit hij dicht, nee toch? Ja. Jullie ook hoor, een beetje deze kant op nog. Nee? Oké. Okay. Goedenavond, dames en heren, hartelijk welkom. Goedenavond, dames en heren. Herzlich willkommen. Good evening, ladies and gentlemen. Welkom. Hartelijk welkom in deze prachtige Jugendstil muziektent hier in Park de Leidse Hout. Het idee voor een park van ongeveer 20 hectare werd in 1919 gestart door Johannes. Even vertellen waar de vorige twee voorstellingen over gingen. Ja, voor de mensen die er niet bij waren. Welke mensen waren er wel bij vorig jaar of het jaar daarvoor? Toch wel wat? Oh, best wel veel, ja. Er is vorig jaar een kunstgebit blijven liggen. Ja, die lag onder de bosjes met wat zakdoekjes erbij. Ik weet niet, iemand... Gadverdamme. Nee. Ja. Naakt. Ze verschijnt hier ook bij de vijver. En dan laat ze haar overal van haar romige schouders glijden. En dan stapt ze zo gracieus als mogelijk uit haar slip. En dan schrijdt ze majestueus in het rimpeloze water. Als de boerin thuis was, dan kregen ze altijd wel wat mee. En als ze op de terugweg naar huis gingen, dan sprokkelden ze wat hout voor thuis, voor de kachel en voor de oven. Sprokkelen, oh nee, Roek. God, 2/3 van de hele Leidse hout was weg, hè? Ja, dat was... 2/3, al het hout was allemaal weg. Wat de moffen ook niet wisten, was dat er onderduikers zaten. Ja, tenminste één. Waarschijnlijk een Jood. Ja, of een zigeuner. Ja, of een homo's. Of Paul Koek. Paul Koek, wie is dat? Van de veenfabriek. Oh ja. Nou, in ieder geval, die onderduiker die was er door Erik Hazelhoff, de soldaat van Oranje, persoonlijk geïnstalleerd. Is toch dood? Ja, inmiddels is hij wel dood, ja. Hij had hem graag op zijn kamer op het Kapenburg gehuisvest, maar dat zat bomvol, dus daar past hij niet meer bij. Als jullie elkaar even een beetje willen helpen, je mag een oranje lintje om je arm doen. Ook een stukje. Iemand die even voor mij... Je mag hem zo om je bovenarm, om je pols, wat je zelf wil. Ik ben ook een beetje op zoek, je mag een beetje uitdelen, je mag zelf zo'n oranje lintje omdoen. Links af hoor.
zeker moment waarop die zes mensen die wachten, die wachten altijd tot de kust veilig is. Daar hebben ze code voor, ik weet niet precies wat het is. Ga je proberen te achterhalen. Maar in de tussentijd dat zij aan het wachten zijn, nou ja, dus je gaat het zo zien. Pas op. Wacht even, dit is belangrijk. Blijf even hier. Ik ga eerst even kijken wat er aan de hand is. Zal ik weten. Sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort, dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt, sinds mijn zacht betraande schat, droogte blozend van ellende, bleef stilstaan. Zo bleef stilstaan dat keisteen ketst in ellende, ben ik te dicht en droog van vel om uit te zweten in gebeden. Kreukels knijp het even wel en vrede knarsend. Vrede, vrede, liefde. Is een stinkend wonder van het hoofd de wulpsigheden. Als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme vrede. Want het scheurende geluid waar ik van mijn lief mee scheide, drijft mij nu het bed nog uit. Waar wij soms in dromen beiden dat de oorlog van weleer wederkeert op vulte voeten. Dat wij eigenlijk al niet meer iets meer kunnen, toch weer moeten. Liggen rennen en daarnaast gillen in elkanders onderen. Zo wanhopig dat we haast dromen. Ons te kunnen horen. Mag ik niet vloeken als het vuur van een stad sinds langer bouwt, voortrot uit een kamermuur, rondleidt en mij wakker houdt? Doch het vers gebraden kind, vuurwerk wordt het is het niet, wat ik vreselijk, vreselijk vind. Het is de eeuw dat niets geschiet, nadat eensklaps midden door een huis een toren is komen te staan van lang vergeten keldermodder. Snel onbruikbaar wordt het huisraad. Bloedrode vlammen en vlammend rood bloed. De lucht eromheen behangen met levende delen van dode, nog aardige mensen. De eeuwlange stilte voordat het verbaasde kind in deze zaal gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft. S'avonds aan je deurbel bellen, en dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, reuze donker in het donker. Alcohol gaat sterren door met een geflanker.
Ja, maar dat is meer zo'n keer. De geit is gebonken. Het programma met drie kandidaten. Ze stellen zich meteen aan u voor. Kandidaat nummer 1. Ik ben de vader van Boer. Kandidaat nummer 2. Ik ben de vader van Boer. Twee. Ja, Jezus. Twee. Kut, man. We spelen wie van de drie? Godverdomme. Jezus! Godverdomme! Jezus! Kut, sorry.
Godverdomme! Krijgt de tyfus. Krijg jij zelf een kakker achter je hart om mij, jongen! Wie ben jij dan? Ik ben de vader van Boer. Dank u wel.